S2 en zetten we onze dappere tocht om een goede jongenspeler te worden opgewekt voort. Want we weten inmiddels al heel wat van het opwindende spel, dat ook wel het spel van de duizend wonderen wordt genoemd. We weten wat een chow is, 3-op-1 volgende stenen. We weten wat een pung is, 3 gelijke stenen. We weten wat een kong is, 4 gelijke stenen. En dat je dan altijd een extra steen van de dode muur moet pakken. We kennen de 3 kleuren, kringen, bamboe, tekens. We kennen de 4 winden en hun volgorde, oost, zuid, west, noord. En we kennen de 3 draken, rode draak, witte draak, groene draak. We kennen de belangrijke rol van deze 2 linieputters. En we weten nog veel meer, hoe de muur wordt gebouwd. Hoe de muur wordt geopend. Waar de levende muur stopt en de dode muur begint. En we hebben zelfs al een miljoen gemaakt. 4 series en 1 paar. Een prangende vraag die sinds les 1 is blijven smeulen is natuurlijk: wat gebeurt er als niemand miljoen maakt? De beste wint. Het spel loopt op zijn eind. De levende muur is bijna uitgeput. Bamboe 9. Is er nog een winnende steen? 2 tekens? Nee. Kringen 5. Ook niet. Rode draak. Nog 3 stenen. Het wordt hem niet, jongens. Nee. Bamboe 9. Nee, ook bamboe 9 niet. 9 tekens. Nou, dan moet dit hem zijn. De laatste. Bamboe 7. Nee, jongens. De muur is helemaal op en geen van de 4 spelers is erin geslaagd Mahjong te maken. Wel, in dat geval is het remise. Treurig voor de een, opluchting voor de ander. Bij remise wordt het spel gewoon overgespeeld, alsof er niets gebeurd is. Andere vragen na les 1 zijn: wanneer is het spel afgelopen? En hoe lang duurt een Mahjong-spel? Wel, we weten al dat de speler die de oostenwind is, het spel begint. Als het niet oost is die Mahjong maakt, dan draait de wind door. De buurman van oost, zuid dus, wordt de nieuwe oost. En ook alle andere winden draaien een plaatsje door. Als het wel oost is die Mahjong maakt, dan blijft oost-oost en draait geen enkele wind. De wind draait dus steeds verder door. Na minstens 4 spelletjes wordt de speler die als eerste oost was, weer oost. Dan is 1 ronde afgelopen. We zeggen in zo'n geval is 1 wind gespeeld. Een compleet Mahjong spel bestaat uit 4 rondes. 4 winden dus. De eerste ronde heet oost, de tweede zuid, de derde west en de vierde, je raadt het al, noord. Als oost nooit Mahjong maakt en er geen enkele keer remise wordt gemaakt, duurt een compleet Mahjong spel dus 16 spelletjes. Maar dat is een uitzondering. Remises komen vaak voor en oost maakt natuurlijk van tijd tot tijd ook Mahjong. Hou er rekening mee dat een volledig spel zo'n 4 uur duurt. Je kunt het spel op ieder gewenst moment onderbreken, de stand noteren en bij een volgende gelegenheid verder spelen. Je kunt ook een tijd afspreken. Na bijvoorbeeld 2 uur stoppen we het hele spel en hebben we een winnaar. We gaan beginnen aan les 2. Aan het einde van les 1 hebben we kans gezien om een jong te maken. Nu is de vraag, hoeveel punten levert zo'n Mahjong nu eigenlijk op? In les 2 gaan we ons verdiepen in de punten die er te verdienen zijn. Dat zijn er heel wat. Een van de redenen dat Mahjong zo populair is in China. We gaan onze punten tellen. We gaan onderzoeken hoe we onze punten kunnen verdubbelen. En we gaan onze punten met elkaar verrekenen. Het leuke van klassiek Mahjong, dat we spelen, is dat alle spelers punten krijgen voor een spel. Dus zowel de winnaar als de 3 verliezers.
Maar de winnaar heeft het voordeel dat hij de verliezers niet hoeft te betalen. En zij hem wel. De drie verliezers betalen aan elkaar. Om goed Mahjong te spelen moet je dus goed weten hoe en waar de punten te verdienen zijn. Alleen als je de puntentelling goed kent, kun je de juiste beslissingen nemen en voor de beste strategie kiezen. Veel beginnende spelers vinden de puntentelling heel lastig en ingewikkeld. Maar dat is het niet. De telling is in wezen simpel en logisch. Bij Mahjong hebben de stenen zelf geen waarde. Alleen combinaties leveren meestal punten op. 1 rode draak is niks waard. 3 rode draken wel. Bij het tellen van de punten zijn 2 zaken van belang. De soort stenen en waar ze liggen. We hebben al geleerd dat je de stenen kunt verdelen in edelstenen en eenvoudige stenen. De edelstenen zijn de hoekstenen, de 1 en 9's, en de troefstenen, de winden en de draken. Wat overblijft, stenen 2 tot en met 8, noemen we eenvoudige stenen. En ten tweede, waar bevinden zich de combinaties? Een combinatie die we met een steen van de tafel hebben gemaakt, en dus zichtbaar voor ons op tafel is komen te liggen, noemen we open. Een combinatie die we uitsluiten met stenen van de muur hebben gemaakt, en die dus verborgen op de stok staat, noemen we dicht. Dichte combinaties zijn dubbel zoveel waard als open combinaties. Bij het tellen van je score kijk je dus of een combinatie bestaat uit edelstenen of uit eenvoudige stenen. En of een combinatie dicht of open is. Dit zijn de punten. Hoe lastiger, hoe meer punten. De score verdubbelt steeds. Alleen een ciao is, zoals je ziet, altijd 0 punten waard. Open of dicht, dat maakt geen verschil. En ciao's van edelstenen bestaan niet. Een open punt van eenvoudige stenen levert 2 punten op. En het dubbele voor een dichte punt. 4 dus. Een open punt van edelstenen is 4 punten waard en een dichte 8 punten. Een open kong van eenvoudige stenen is 8 punten waard. En een dichte 16. Een open kong van edelstenen is 16 punten waard en een dichte 32. Een paar stenen, 2 dezelfde stenen dus, wordt beloond met 2 punten alleen als het paar bestaat uit 2 draken, 2 heersende winden of 2 eigen winden. Wat zijn heersende winden en eigen winden? De heersende wind is de wind van de ronde die we aan het spelen zijn. Zoals ik al uitlegde, beginnen we met de ronde van Oost. In die ronde is Oost de heersende wind. Hebben we de eerste ronde gespeeld, dan gaan we de tweede ronde spelen, de ronde van Zuid. Dan is Zuid de heersende wind. Na 2 rondes wordt West de heersende wind en in de slotronde Noord. De heersende wind verandert dus 4 keer in een compleet spel. De eigen wind, de wind die op dat moment zelf bent, verandert voortdurend. Iedere keer als een andere speler een Oost Mahjong maakt, schuift de wind een plaatsje op en word je de volgende wind. Je kunt tegelijk eigen wind en heersende wind hebben. Bijvoorbeeld als je Zuid bent in de Zuidronde of Oost in de eerste ronde, die van de Oostenwind. Houd dus steeds goed in de gaten hoe het zit met die winden. Check voortdurend de windschijf op de tafel. We gaan onze punten tellen. Hoeveel punten levert ons spel op? We gaan eerst uit van de situatie dat een andere speler Mahjong maakte en dat we die vurig gewenste kringen 7 nog niet te pakken hebben gekregen. Toen zag ons spel er zo uit. De open ciao van bamboes levert 0 punten op. De open punt van draken, edelstenen dus, levert 4 punten op. Voor de dichte ciao van bamboes krijgen we 0 punten. De 2 winden leveren ook geen punt op. Ze zijn niet heersend en niet eigen. Waarover later meer. En kringen 6 en kringen 8 vormen geen combinatie en worden dus niet geteld. We komen dus op het grand totaal van 4 punten. Niet echt spectaculair. Het wordt heel wat beter als we de gehoopte kringen 7 wel hadden gekregen. En we hadden Mahjong gemaakt.
Wie me jong maakt, krijgt namelijk extra punten. Kijk maar mee. Voor het maken van me jong, 20 punten. Pak je de winnende steen van de muur, 2 punten extra. Voltooi je met de winnende steen het paar, ook 2 punten extra. Je krijgt 10 punten extra bij Vogel Eet Cake. Een bijzonder geval. Je hebt een wachtend spel. Je hebt bamboe 1, de vogel, op stok staan. En wacht dus op nog een bamboe 1 om een jong te maken. Maar je mag in dat geval ook met kringen 1 de cake maar jong maken. Het levert 10 punten op. Let wel, het mag niet andersom. Wachten op de vogel. De vogel wacht op de cake. Ten slotte is je winnende steen de enig mogelijke steen, dan verdien je ook 2 punten extra. Over de enig mogelijke steen wordt nog wel eens gediscussieerd. Het betekent dat je alleen met die steen miljoen kon maken. Een paar voorbeelden. Een winnend spel, geheel gesloten. De winnaar maakt een miljoen met kringen 3 en claimt 2 punten voor de enig mogelijke steen. Fout of goed? Fout. Want met kringen 2 had hij ook kunnen winnen. Dan krijgt hij in dat geval 2 punten voor het voltooien van het paar, maar niet voor enig mogelijke steen. Hier is kringen 4 wel de enig mogelijke steen om jong te maken. Er is geen enkele andere steen te bedenken waarmee het ook kan. Een ander voorbeeld. Hier lijkt bamboe 5 de enig mogelijke steen, maar dat is niet zo. Er zijn zelfs 5 mogelijkheden om miljoen te maken. Even goed kijken welke mogelijkheden je ziet. Bamboe 3 is een mogelijkheid. Je maakt een tjouw bamboe 3, 4, 5 en het paar is van bamboe 4. Bamboe 4 kan ook. Je maakt dan een tjouw bamboe 4, 5, 6 en het paar is van bamboe 6. Bamboe 5 kan ook. Die voltooit dan het paar. Ook bamboe 6 kan. We hebben dan een paar van bamboe 4 en een tjouw 4, 5, 6. En een pung van bamboe 6. Maar ook bamboe 7 kan. Je hebt dan een pung bamboe 4, een tjouw bamboe 5, 6, 7 en een paar bamboe 6. Keren we terug naar ons eigen eerste miljoen. Kringen 7, annonceert een van de spelers. Kringen 7. Ja, miljoen. Ja hoor. We draaien ons hele spel open, zodat alle kunnen controleren of het inderdaad een miljoen is. We gaan tellen. Het miljoen levert altijd 20 punten op. De open punt van draken is 4 punten waard. De tjouw van bamboes is niks waard. Open of dicht, een tjouw is altijd 0 punten. Voor de 2 dichte tjouws krijg je dus ook geen enkele punt. Voor de 2 winden krijg je ook niks. West is niet de heersende wind en ook niet de eigen wind. Wel is kringen 7 de enige steen waar we miljoen mee konden maken. Dat levert dus 2 punten op. En als we kringen 7 van de muur hebben gepakt, levert dat nog eens 2 punten op. Ons grand totaal komt dus nu op 28 punten uit. Een heel verschil met de 4 punten die we kregen zonder miljoen te maken. De puntentelling moet je zo snel mogelijk in je hoofd zien te krijgen. Ze vormen de basis van je aanpak en je succes. Het belangrijkste van miljoen zijn niet de punten, maar de verdubbelingen die je kunt verdienen. Juist die kunnen je score hoog opvoeren of je verlies vergroten. Het kan behoorlijk oplopen. 1 keer verdubbelen is 2 keer je puntenaantal. 2 keer verdubbelen is 4 keer je puntenaantal. 3 keer verdubbelen, 8 keer je aantal punten. En bijvoorbeeld 8 verdubbelingen is 256 keer je puntenaantal. Het kan hard gaan. In het klassieke miljoen dat we spelen, heb je die verdubbelingen beslist nodig. Je mag pas namelijk miljoen maken als je minstens 2 verdubbelingen hebt. Daar kun je soms wanhopig van worden, maar nu nog niet. Er is een overvloed aan verdubbelingen, maar ze worden je niet in de schoot geworpen.
Er zijn verdubbelingen voor alle spelers. En voor de winnaar zijn er extra verdubbelingen. Eerst de verdubbelingen voor alle spelers. Winnaar en verliezer. Een Pung of Kong van draken levert één verdubbeling op. Een Pung of Kong van de heersende wind geeft ook een verdubbeling. Een Pung of Kong van je eigen wind is ook één verdubbeling waard. Ook krijg je een verdubbeling als je schoon spel hebt. Dat is een spel van één kleur en verder alleen winden en draken. Dit is een schoon spel. En dit. Dit geldt ook als een schoon spel. Alleen hoekstenen, winden en draken. Er is ook een zuiver spel. Dat is een spel van alleen één kleur. Het is een mooi gezicht en het levert maar liefst 3 verdubbelingen op. Heb je je spel behoorlijk verborgen gehouden, op stok dus, dat kan ook verdubbelingen opleveren. 3 dichte punks levert 1 verdubbeling op. Hierbij geldt een open kong als een dichte punk. Die bestaat immers altijd uit 3 stenen die je van de muur hebt gepakt. Een open kong is een dichte punk en gepromoveerd met een steen van de tafel. Of het is een open pung met een vierde steen die je van de muur getrokken hebt. 4 dichte pungs leveren 2 verdubbelingen op. Ook hierbij telt een open kong als een dichte pung. 3 verborgen kongs leveren ook 2 verdubbelingen op. Heb je 4 kongs, open of dicht, maakt niet uit. 3 verdubbelingen. In totaal zijn er voor alle spelers 9 mogelijkheden voor de verdubbelingen. In het begin is het best lastig al die verschillende punten en verdubbelingen te onthouden. Maar achter het Nieuw-Jongboek staan handige overzichten. Als je die kopieert, heb je altijd een handig spiekbriefje en geheugensteuntje bij je. Even een taalkundig uitstapje over Mahjong-termen. We schrijven Mahjong. Net zoals de dikke van Dalen dat doet. Mahjong zonder koppelteken en zonder een dubbele G op het eind. We hebben het over 1 pung en 2 pungs. Het bijbehorende werkwoord is pungen. Ik pung, jij punt, wij pungen. Hetzelfde geldt voor kong en chao. 2 kongs, ik kong, jij komt, wij kongen. 2 chao's, ik chao, jij chao't, wij chao'en. En natuurlijk ook voor Mahjong zelf. 2 Mahjongs, ik Mahjong, jij Mahjongt, wij Mahjongen. Verder zijn er enkele afschuwelijke anglicismen binnengeslopen waarmee ik graag wil afrekenen. Zeg nooit hand, maar zeg spel. Dit is een mooie hand. En dit is een mooi spel. En zeg nooit zelf pik, maar zeg zelf gepakt. Alsjeblieft. Verder met de verdubbelingen, want voor de winnaar zijn er nog meer verdubbelingen. Bestaat het winnende spel uit alleen chao's en een paar, dan geeft dat 1 extra verdubbeling. Bestaat het winnende spel alleen uit pungs en een paar, dan is dat ook 1 verdubbeling. Bestaat het winnende spel uit alleen eenvoudige stenen, dan geldt ook 1 verdubbeling. Dit spel noemen we pure eenvoud. Een spel dat helemaal gesloten is, waarbij dus alle stenen op stok staan, levert 2 verdubbelingen op. De winnende steen moet ook dicht zijn, dus van de muur gepakt worden. Dan zijn er nog 6 bijzondere situaties waarmee je Mahjong maakt die verdubbeling opleveren. Je winnende steen is de laatste steen die je van de muur pakt voordat het remise wordt. Dat levert 1 verdubbeling op. De Chinezen noemen dit winnen van de bodem van de zee. Die steen moest van heel diep komen. Is de winnende steen
van de muur kringen 1, dan is het helemaal mooi. Je krijgt 3 verdubbelingen. De Chinezen spreken bewonderend over de maan van de zeebodemvissen. Win je met een steen die je van de dode muur pompt, dan levert dat 1 verdubbeling op. Dit heet kom met de bloeiende bloemen. Is die winnende steen van de dode muur kringen 5, dan hebben we het over de pruimenbloesem van het dak plukken. Chinezen zien in kringen 5 inderdaad een bloeiend tak met 5 pruimenbloempjes. Deze poëtische situatie levert je maar liefst 3 verdubbelingen op. Dan is er nog een vreemde situatie die 2 verdubbelingen oplevert. Kom op kom. Die gaat als volgt. Kom. Je hebt een kom gemaakt. Je pakt een losse steen van de dode muur. Kom. Met die steen maak je nog een kom. Je pakt dus opnieuw een losse steen van de dode muur. Is die steen je winnende steen? Nou joh. Dan heb je kom op kom. Hoera, 2 verdubbelingen. En tenslotte is er de komroof, die beloond wordt met 1 verdubbeling. De komroof gaat zo. Een van de spelers pakt een steen van de levende muur. Met die steen promoveert hij een open punt tot een open pon. Echter, als een ander met die steen Mayon kan maken, mag hij die steen roven. Deze roof wordt beloond met 1 verdubbeling. De winnaar heeft dus 10 extra kansen op 1 of meer verdubbelingen. Schaam je niet om een speakbriefje te maken van al deze verdubbelingen. Het overzicht staat achterin mijn boek. We gaan onze zojuist verworven kennis over punten en verdubbelingen meteen uitproberen op een taalvoorbeeld. In de zuiderronde maakt West Mayon door een westenwind van de muur te trekken. Om te bewijzen dat hij echt Mayon heeft, opent West zijn spel en kunnen we zijn stenen zien. Ja, het is echt Mayon. 4 combinaties en een paar. Dan kijken we of het spel voldoende verdubbelingen oplevert. Het moeten er minimaal 2 verdubbelingen zijn. Ja, dat klopt ook. Ik zie sowieso 1 verdubbeling voor de draken en 1 verdubbeling voor de heersende wind. Dan gaan we de punten tellen. Voor het Mayon krijgt West 20 punten. Dan kijken we waar de winnende steen vandaan komt en waar die terechtgekomen is. De winnende steen komt van de muur, niet van tafel. 2 punten. Hij voltooit ook het paar. 2 punten erbij. Het is ook de enig mogelijke steen waarmee hij Mayon kon maken. Het kon alleen maar met een westenwind gebeuren. Weer 2 punten. Dan de combinaties. Een open kom hoekstenen, edelstenen dus, 16 punten. Daarnaast 4 witte draken, nog een kom edelstenen dus, ook 16 punten. En dan nog een open punt edelstenen, dat is inderdaad 4 punten. Op stok, dicht dus, staat een dichte punt, eenvoudige stenen. Die brengt 4 punten op. En een paar eigen winden, 2 punten. Totaal, bij elkaar, 68 punten. Mooi resultaat. Maar dat gaat nog veel mooier worden door die verdubbelingen. Welke verdubbelingen heeft West gescoord? Die voor de draken hadden we al gezien. 1 verdubbeling. En die voor de heersende wind ook. 1 verdubbeling. Hij heeft ook schoon spel. 1 kleur met verder winden en draken. 1 verdubbeling. Hij heeft ook een spel met alleen punks en een paar. Ook 1 verdubbeling. En dan heeft hij ook nog 3 dichte punks.
de pum van bamboe 8 en de twee open kongs. Een open kong wordt immers gezien als een dichte pum. Dus dat is nog één verdubbeling. Dat zijn dus 5 verdubbelingen. Hoeveel punten zijn dat? Daar pakken we de tabel uit het boek bij. Scoren 68 punten, 5 verdubbelingen. Dat zijn dus 2176 punten. Een formidabele score. Oost moet dubbel betalen, dat is 2 keer. Dat is dus 4352 punten. De andere twee verliezers betalen hem ieder die 2176 punten. Alsjeblieft, West. Maar het is niet altijd bal, zoals het tweede voorbeeld laat zien. Hier maakt Noord in de oosterronde Mayon door bamboe 5 van de tafel te pakken. Wat levert dit spel op? Wel, voor het Mayon 20 punten. Dan kijken we naar de winnende steen. Levert die extra punten op? Nee, die komt niet van de muur, die maakt geen paar en is ook niet de enige mogelijkheid. Het had ook bamboe 8 kunnen zijn. Dan de combinaties. Daar zijn ook geen punten te verdienen. Het zijn allemaal tjaus en die zijn slechts 0 punten waard. Het blijft dus bij 20 punten. Dan de verdubbelingen. Zijn het er wel 2? Jawel, het is alleen tjaus met een paar. Dat is 1 verdubbeling. En het zijn allemaal eenvoudige stenen. Dat is ook 1 verdubbeling. 20 punten, 2 verdubbelingen, dat is 80 punten in totaal. Dit is overigens de laatste score die je kunt behalen bij Mayon. En soms zal je er best blij mee zijn. Als je Mayon maakt, hoef je de anderen niet te betalen. Ten slotte, hoe gaan we die punten verrekenen? Want bij klassiek Mayon krijgt iedereen loon naar werken. Wie wint, incasseert alleen, hoeft de andere spelers niet te betalen. De verliezers betalen de winnaar en rekenen onderling af. Oost ontvangt een betaaldubbel. Het betaalmiddel bij Mayon zijn de fiches. We gebruiken de moderne rechtmodellen. Aan het begin van het spel krijgen alle spelers fiches ter waarde van 3000 punten. 1 fiche van 1000 punten lijkt op een kerstbrood. 2 fiches van 500 punten met 5 rode puntjes erop. 9 fiches van 100 punten, die heeft 1 rode stip. 10 fiches van 10 punten, daar zitten 8 zwarte stippen op. Lagere waarde bestaat niet. We moeten dus steeds afronden naar tientallen. Onder de 5. Naar beneden, boven de 5, omhoog. We moeten Noord uit ons voorbeeld 80 punten betalen. Dat zijn dus 8 fiches van 10. Of we geven een fiche van 100 en krijgen 2 van 10 terug. Oost moet dubbel betalen, 160 punten. 1 van 100 en 6 van 10. En daarna rekenen we onderling af. Om beurten berekenen de spelers hun score en laten zich betalen. En we letten goed op dat Oost ons dubbel betaalt. En uiteraard let Oost goed op dat hij op zijn beurt 2 keer zijn score ontvangt. Noord is de lachende winnaar. Zijn manjonge Tje heeft hem dus 80 plus 80 plus 160... is 320 punten opgeleverd en u hoeft geen van de anderen te betalen. Misschien is het ook wel een Chinees spreekwoord: wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.